Ik moet even heel eerlijk met jullie zijn. Oké, we gaan de mood veranderen. Oké, jullie hebben me echt boos. Oké, laat maar, deze intro wordt nu al niks. Hey, what? Gucci! Kan ik hier overheen springen? Oké, wacht, 3. 2. 1. Ben je nieuw? Zorg er dan zeker voor dat je even abonneert hier beneden. Oké, we gaan beginnen. Zoals je kan zien, ik heb de studiolampen niet aan op mijn gezicht. Want ik heb geen zin in om die felle lampen zo... Volgens mij zegt de titel al genoeg. We gaan reacties lezen. We gaan kie in de reacties wat je mama achterlaat. Hashtag how to be a fuckboy. Oké, als je wil weten hoe je zoals mij wordt een echte fuckboy. De allerbeste fuckboy is de allereerste wat je moet doen. Je moet je haar doen. En ga die meisjes DM'en. Oké, deze was op de video waar ik vertelde dat ik een hartstilstand had. We hebben zo'n coole jongen. Ik snap het niet. Hoe kunnen mensen gewoon zoiets achterlaten? Als ik een video zie van iemand, denk ik niet van... Oh, weet je, ik ga zoiets zeggen. Er is toch iets mentaal. Je bent toch mentaal gewoon in je klop niet of zo. Als je zoiets kan achterlaten. Oké, kijk één keer naar zijn naam. Kijk één keer naar die profielfoto. Kan je het dan niet serieus nemen? Dit is wel echt kaas slecht. Wil je iets goed zien? Ga dan naar mijn kanaal. Oké, mijn reacties zijn oprecht de raarste reacties, denk ik, wat er bestaat. Maar dat vind ik niet erg, dus laat iets raars achter, iets doms. Vind ik leuk, voor de volgende video. Markie is echt knap, sorry dat ik dit zeg. Ben ik dan nog wel knap? Vindt iemand mij wel knap dan? Of moet ik helemaal stoppen met social media? Ah, wat voor video wordt dit alweer dan? Lieve Markie, nee. Nee, stop het hier, nu al. Mijn batterij is eruit gevallen toen ik sprong. En dan moet ik hem er opnieuw in doen. Heb ik hem verkeerd ingedaan? Nee! Mijn batterij is naar beneden gevallen. Volgende reactie is... Pannen. Help je panna merch, link in de bio. Oh yeah. Panna merch. Jij zijt lelijk. Jij zijt lelijk, hè? Allee, ik had dat zo gezegd, hè, manneke. Jij bent zo lelijk. Speciaal voor jou, hè, met je klein pik. Je haar is super mega freaking lelijk. Al deze pranks, man. Oké, ik doe nu straks al 4 jaar YouTube en ik heb echt iets van 11 haatreacties. 11 maar. Ik mag best trots op zijn, vind ik. Maar de spam, dat slaat allemaal nergens op. Dat zijn allemaal Engelse mensen die zichzelf proberen te promoten en zo. Weet ik dit en wat. Hé.